En dan weeg ik het niet. 1, 2. Even de vertraagje omhoog en jullie de. Ja. Nou ja, dat dus. Snow, snow, snow. Ja. Dat ik had ook al een short gemaakt, maar die komt pas 23 maart online. Ja. Ja, kereltje van me. Ja, mijn kereltje van me. Ja. Ja. Ben je zo'n grote lieve jongen? Ja. Ja. Oh ja, kerel. Oh ja. Oh, is het zo? Een hele goede middag, lieve vrienden. Welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corine en de Beestenboel. En ja, het is eigenlijk al laat. Het is 15:42. Ja, wat heet laat? Voor de ene is het nog vroeg, voor de andere is het laat. En voor de andere valt het wel mee, noem maar op. Maar ja, ten eerste had ik giga hoofdpijn en misselijk. Ja, dat komt ook. Ik ben al meer dan 3 jaar moe. En nog eens moe. En ik ben niet vooruit te branden. En ja, de dokter doet er niks aan. Nou ja, dan maar niet. Doe ik het gewoon normaal wat ik wil. En dat is lekker lang op mijn bed leggen. Want ik heb aan niemand verantwoording af te leggen. En dan gewoon eruit komen wanneer ik daar aan toe ben. Maar mijn hoofdpijn, dat blijft nu wel eventjes. Ja, want het is geen normale hoofdpijn wat ik gewend ben. Nee, ook niet van de stress. Nee. Ik heb sneeuwhoofdpijn en het kan ook wel kloppen, want we hebben sneeuw. Ja, ik draai jullie even trouwens om. Kunnen jullie het beter zien. Eventjes naar de tuindeur. Ik zou vandaag de tuin op gaan ruimen, maar dat kan ik zeker. Hier valt het wel mee. Ik moet dus nog met de meisjes naar buiten. Dan gaan we naar de keuken. Ja, even om een taart denken. Ja, dan gaan we even naar de keuken. En dan weet ik het niet. 1, 2. Even de vitrage omhoog en jullie de. Zo. Nou ja, dat dus. Snow, snow, snow. Ja. Dat ik heb ook al een short gemaakt, maar ja, die komt pas 23 maart online. Ja. Dus dat er gaat, ik weet niet wanneer deze, dat zal andere week al ergens wezen, maar in ieder geval. Ik heb mijn regenpak klaarleggen, et cetera. En we gaan ons zo meteen... daar weer inkleden en ook heb ik weer mijn nieuwe vest aan van 95. Ik weet niet of ik het uitspreek, of ik het goed uitspreek, dat weet ik niet. Maar ik heb hem weer aan. Ja, 9 in het Engels en 5 in het Engels. Doen we het zo, ja. 95. Ik weet niet of ik het dus goed zeg. Wil ik wel graag van jullie weten, 95. Zeg het maar, ik weet het echt niet. Nee, ik spreek geen Engels. Dus, maar in ieder geval, Hero in de Spoorstraat, nummertje 25. Toppie, je wordt er ook heel leuk geholpen, vriendelijk geholpen. Lieve mensen, ja, helemaal toppie, geweldig. En daar gaat het toch ook om, dat klant koning is, hè. Het gaat niet alleen nog om de kleding, maar het gaat er ook om hoe je wordt geholpen. Nou, dat is ook geweldig. Ja, ook al zou je niks kopen. Ja, je wordt goed geholpen. En daar gaat het toch om. Dat je ook goed wordt geholpen. Want anders kom je er ook niet meer. Nee, maar ik blijf daar komen. Ik ben er al regelmatig wel vaker er binnen geweest. Maar ja, dan let je er 1, 2, 3 niet op, weet je. En ik had ook eerst een maatje meer. En dat begint nou ook bij mij een beetje te minderen. Ik heb wel een maatje meer aan, omdat ik er lekker dan lekker er warm in kan. En ja, een vest moet gewoon groot zijn en soepel vallen. Want
Je hebt er andere kleding eronder en ook dik. En ja, ik heb ook een warme trui aan die ik eronder. Nou, dan heb ik een tuniekje die ik zomers ook aan heb, zonder trui of wat dan ook eronder. Daar zit ook dat paars in. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Nou, dat past er toch mooi bij? Ja, vind ik van wel. En ik dacht, ja, dat jurk is al oud. Nou, lekker belangrijk. Ik vind hem lekker zitten, het draagt lekker, dus komt allemaal goed. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doet met de lach. Sneeuwt het bij jullie ook? Nou ja, ga je er ook eventjes in lopen, want het is wel gezond, zeggen ze. En Rijka, die is weer gek aan het doen. Ik zou zeggen, geniet van alles en geniet een beetje weer met ons mee. Doei! Zo, lieve vrienden, ja, daar ben ik maar weer eventjes retour bij jullie. Ik ben weer thuis gekomen met het lopen van de meiden. En ik ben maar tot de brug gegaan en weer terug. Ze hadden alles gedaan wat ze moesten doen. En ik denk, ik ga met een geglibber en geklapper weer naar huis. Ik geloof 3 keer dat Karin gebeld heeft. En de laatste keer stond ze dan hier op bij mijn poort. Dus ik heb de meiden in huis gelaten. Ik heb ze snoepjes gegeven. Ik heb mijn jas uitgedaan en mijn regenbroek uitgedaan. En ik heb mijn paarse vest, mijn nieuwe vest dus, weer aangedaan. Als jas zijnde, want ik had mijn zwarte vest eronder aan. En even gelijk koffie maken. En toen ben ik bij haar in de auto gestapt. En we hebben niet ergens staan te vloggen of wat dan ook. Ja, Karin die heeft een short gemaakt. En ik denk, ja, ik wil niet dezelfde short dan dat jij maakt. Dus ja, dat heb ik dus niet gedaan. En ik had vanochtend al eentje uit mijn slaapkamerraam gedaan. Dat het zo sneeuwde. Ik denk, nou ja, eentje van sneeuw is toch ook genoeg, het hoeft niet meer te zijn. En anders moet er eerst een heleboel leggen. En de daken zijn nou ook wit. Alles is gewoon wit, behalve de wegen, ja, dat is weer blubber en troep. Maar in ieder geval, ik heb stralende hoofdpijn erdoor. Maar we hebben aan Pokémon jagen geweest, dus ja, dat is ook leuk, ja. Dus dat komt allemaal wel goed. Nou, de meisjes die waren natuurlijk weer blij en zo lang ben ik niet eens weg geweest. Hooguit een uurtje, weet je. Dus ja. Maar ja, ook heb ik post. Ook hebben we weer zo'n heel groot stuk papier. Heel groot. Ja. En ik kom mijn kereltje, hoor ik. Die laten we ook even binnen. Ja, kereltje. En mijn vest, dat hangt ook niet goed. Dat moet even. Hup. Ja, dat moet even een beetje beter. Die is een beetje vochtig. Ja, kereltje van me. Ja, mijn kereltje van me. Ja. Ja. Ben je zo'n grote lieve jongen? Ja. Ja. Oh ja, kerel. Oh ja. Oh, is het zo? Nou, dat doe je goed hoor. Ja, helemaal geweldig van je. Hé, kereltje. Ja. Ja, echt wel. En Elmer die staat lekker te eten. Hé, Elmer. Ah, jij wilt toch die kou niet in, of wel? Wil jij die bagger naar de troep in? Ja, het mag wel. Ja, het mag. Kom dan, kom dan. Kom dan. 1, 2. Goed zo. Even openmaken, hè? Anders gaat het alsnog niet. En dan ga jij de kou maar in. Ja, als jij dat zo graag wil.
Kijk eens, allemaal blubbertrop sneeuwbaar. Ja. Helemaal blubbertroppie. Nou, wat gaan we doen? Wat gaan we beleven? Ga je eruit of blijf je erin? Tot dan. Kom maar schat. Hey? Doe hem gauw weer dicht hoor. Hij kreeg toch een zootje wind met sneeuw in zijn koppie. Nee, in zijn gezichtsveld, hè? Ja, oh godje. Was niet zo fijn, ik. Hé, was niet zo fijn, hè? En wat moet jij? Ja. Nou, ik heb net trouwens ook, ben ik even boven geweest om medicijnen in te nemen, want echt. Je wilt niet weten. Hé? Ja, dat staat in de nieuwe vest. En er zitten nog snoepjes in. Ik denk, ik neem snoepjes mee, want ik weet niet hoe en wat. Ja, nou, mag ik er even bij, dames? Huppelkontjes? Huppelkontjes? Ja, jullie zijn huppelkontjes. Hé, Rijka? En jij kan zo mooi zitten, hè? Ja. Ja, Rijka, kan wel, die denkt ook, laat mij met rust. Hé? Moet jij naar buiten, Rijka? In dat vieze natte koude rot weer. Nou, zelf weten jij ook. Ja, doe dat. Die wil er alweer in hoor. Het sneeuwt nog wat minder, jij ook. Het sneeuwt wel wat minder nu, maar het is echt bizar. En dat wordt een helder, hè? Ja, dat wordt een helder. En zo heb je een aantal jaren helemaal niks. Zo heb je zomaar weer een jaartje. Ja, dan heb je van alles en nog wat tegelijkertijd. Ja. Wanneer was het? Twee jaar terug ongeveer had het toch dat er ijs was, geloof ik. Dacht ik. Toen dat er geschaatst werd op de gracht. Dat heb ik jullie ook nog laten zien, dat weet ik wel. Ja. Je hebt net een koekje gehad. Wat denk je zelf? Je hebt net een koekje gehad. Denk je dat je nou weer krijgt? Nou, ik dacht dat niet, hè? Nee. Dus ja, dat dus. Maar oké, lieve vrienden, met het blik op onze Rijka en een stukje voor Gandalf. Maar Elwin is, nou ja, die is hier dus, nou naast mij. Ga ik weer even afsluiten, want ik zag ook nog berichten, dus daar moet ik ook nog even naartoe kijken. En een vlog in elkaar zetten. Ja, en het is kort voor zes, het is nog licht. Zo. En dat met dit weer. Maar oké, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. En geniet een beetje weer met mij mee. You know that I ain't coming back, I'm sorry.
shining without me. Take it all back, but if you want my sympathy, honey, well, come as a bitch, get ready for this. Get ready for this. You know that.